Uw aandacht voor de binnenkomst van de president van de Republiek Suriname. De voorzitter van de Nationale Assemblée, de Raad van Ministers, de leden van de Nationale Assemblée, de Raad van Commissarissen en de directeuren van de Centrale Bank van Suriname, leden van de vakbeweging, leden van het bedrijfsleven, de governor, de heer Maurice Roemer, leden van het huis, leden van de pers, alle genodigde dames en heren. Namens ons staatshoofd, zijn excellentie Desiré Delano Bouterse, heet ik u allen welkom op het presidentieel paleis voor deze korte ceremonie, waarbij de benoemingsresolutie zal worden overhandigd aan de heer Maurice Roemer als governor van de Centrale Bank van Suriname. Ik nodig uit de president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, die kort het woord tot u zal richten. Meneer Kirpalani. Excellentie, president, vicepresident, voorzitter parlement, en ik observeer alle protocollen. Het is een waar genoegen om vandaag even kort het welkom te heten aan monsieur Maurice Roemer als de nieuwe governor van de Centrale Bank. Maurice, ik zal kort praten over één kwestie. Het is bekend de grote uitdaging waarvoor je staat. We hebben heel veel hoop dat het vertrouwen dat herwonnen moet worden in het instituut, de Centrale Bank. Maar ook alles dat daarmee samenhangt met jouw komst gewaarborgd zal worden. Het zal niet een makkelijke weg zijn. Als ik je iets anders zou zeggen, zou ik je de waarheid niet geven. It will be a rocky road, maar het is wel toevertrouwd. De persoon die je bent, de intelligentie, de rust, maar ook het platform waarmee je hier vandaag deze benoeming krijgt, is breed, is stevig. En van deze zijde zal ik je namens de RVC heel veel succes toewensen met deze benoeming. En ook voor het feit dat je bereid bent om deze enorme uitdaging aan te gaan. Ik wil hierbij afsluiten, de president in het bijzonder bedanken voor het willen aanwezen van de heer Roemer als governor en ook de regering en andere instituten mijn hartgrondige dank uitspreken. Dank u wel. Mag ik uitnodigen de president van de Republiek Suriname voor het overhandigen van de benoemingsresolutie aan de heer Maurice Roemer. En meneer Maurice Roemer, ik nodig u uit naar voren te komen om deze in ontvangst te nemen. Voorzitter van onze Nationale Assemblée, vicepresident en alle overige hoogwaardigheidsbekleders, mag ik namens ons Surinaams volk de heer Roemer feliciteren. En ik maak van de gelegenheid gebruik om eigenlijk heel Suriname te feliciteren. En waarom zeg ik dat? We weten dat het financieel systeem in een heel precaire situatie terecht is gekomen. En gelooft u me, het vereist durf, moed en gevoel en liefde voor het land om te zeggen aan mijn gezin, mijn kinderen, mijn vrienden en alle relaties, ik wil mijn bijdrage leveren. Ik wil Suriname ondersteunen om samen deze job te klaren.
Het heeft heel veel voeten in de aarde gekost, dat weten we. Maar het is eigenlijk, bekende uitdrukking, eind goed, al goed. Ik ga het niet te lang maken. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan allen die een bijdrage hebben willen leveren, maar door omstandigheden het niet zo ver hebben gehaald. Tot slot wil ik een bijzonder veel dank aan de regeringscommissaris en een ieder, maar ook toch wel de heer Proeven. Deze twee heren voornamelijk waren dag en nacht met mij bezig om te zoeken naar een oplossing voor een groot draagvlak om deze immense taak te kunnen aangaan. Er zit nog veel meer aan te komen. Maar we zijn ervan overtuigd. En daarom ben ik zo trots. Dat wanneer we daadwerkelijk met al onze kleine hebbies die we hebben, de handen in elkaar slaan, dat we tot grote hoogte kunnen komen. Suriname gefeliciteerd. Meneer Roemer, gefeliciteerd. En ik wens u heel, heel veel sterkte toe. En mogen God uw leidsman zijn om deze nobele taak samen met alle relevante organisaties tot een goed einde te brengen. Grand Tanje, bedankt. Dank u wel, excellentie. Ik nodig uit de heer Roemer. Ik dank u allereerst voor het in mij gestelde vertrouwen om de zware taak te kunnen vervullen. Om het vertrouwen in het herstel van de centrale bank te herwinnen. Maar met de steun van de regering, het personeel en de raad van commissarissen van de centrale bank, de relevante stakeholders en niet te vergeten de almachtige, zal ik naar eer en geweten handelen om de taakstelling van de centrale bank op een prudente wijze, ondanks de moeilijke omstandigheden, uitvoeren. De uitdaging is immens, maar in het belang van ons land zal ik me uitermate inspannen om de plaats en de rol van de centrale bank weer te laten innemen in ons economisch bestel. Dat beloof ik.